af. Hitler heeft eens gezegd dat hij op een Godenberg thuis hoorde. Nou, dan zijn we vlak in de buurt. Waar staan, of beter gezegd stonden tot voor kort, de regeringsgebouwen van Duitsland, Hugo? In Bad Godesberg bij Bonn. Maar er staat geen Hitler-toren. Nee, Hugo, nog niet. Maar de profeet Jesaja heeft zijn komst naar Bad Godesberg al 2500 jaar geleden voorspeld. Klaus graaide uit zijn tas een Bijbel, bladerde er rusteloos in en slaakte toen uit. Ah, hier heb ik het. Moet je luisteren. Jesaja 14, vers 12 tot 20. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster en roos van de ochtend? Hoe zijt gij op aarde gesmeten, gij volkentemmer? Ik zet mij neer op de Godenberg in het hoge noorden. De ogen van Klaus tolden en trilden nu door de kassen. Klinkt allemaal erg poëtisch, maar ik blijf herhalen dat ik er niet van overtuigd raak dat Hitler de antichrist was. Even viel er een stilte, maar Klaus zette zijn betoog door. Luister Hugo, luister dan maar eens naar mijn interpretatie van hoofdstuk 17 van de Openbaring. Vers 3 tot en met 5 zeggen: en hij voerde mij in den geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol was van Gods lastelijke namen. En het had 7 koppen en 10 horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen. En zij had in haar hand een gouden beker. De vrouw Hugo verbeeldt in mijn interpretatie dus een systeem, een land, een regering. En het gaat hierbij blijkbaar om een zeer welvarend land. Dit wordt krachtig uitgedrukt door de gouden beker die de vrouw in haar hand houdt. In de oude mystiek is de beker of bokaal een metafoor voor rijkdom en welvaart. Welk land in Europa, zelfs tijdens de mondiale crisis van de laatste jaren, benadert bovenstaande beschrijving het meest? Duitsland natuurlijk. Vers 5 zegt bijvoorbeeld: op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis, het grote Babylon, moeder van de hoeren en de gruwelen der aarde. Babylon was voor het Joodse volk in de verre oudheid natuurlijk het grote voorbeeld van decadentie, chaos, onderdrukking, wangedrag en misdaad. Naar mijn mening bedoelt Johannes in zijn Openbaring zeker niet het oude land, maar het rijk, de vrouw in het noorden. Duitsland, kijk bijvoorbeeld eens naar het kruis dat op elk Duits militair voer, vlieg of vaartuig geschilderd is. Klaus pakte een pen en tekende het op een servetje. Zonder mij de gelegenheid te geven tot respons vervolgde hij: op oude Babylonische rolzegels en kleitabletten zie je exact hetzelfde kruis staan. De overeenkomst is opmerkelijk. Vers 7 tot met 8 verklaart verder het raadsel van de vrouw en van het beest. Er staat: het beest dat gij zaagt was en is niet, en het zal uit de afgrond opkomen en het vaart zijn verderf tegemoet. De aardbewoners zullen zich verbazen wanneer zij het beest zien, dat er was en niet is, maar toch zal zijn. Hier wordt ons door Johannes een van de grootste mysteries geopenbaard, namelijk de wederkomst van Hitler. Tevens geeft het een duidelijke aanwijzing van het moment waarop, in de tijd gezien, het visioen zich projecteert. Het gaat erbij om de periode 1945 tot met 1998. Hitler stierf in april 1945. Gezien vanuit het heden was hij er dus, en is er nu niet. Maar hij zal, net zoals Jezus herrees, opnieuw op de wereld komen. Dat geloof je toch zelf niet? Nou, wacht nog even af voor je oordeelt. Vers 9 is belangrijk. Hier komt het verstand dat wijsheid geeft van pas. De 7 koppen van het beest zijn de 7 bergen waarop de vrouw zit. Opnieuw een aanwijzing dat het om Duitsland gaat, Hugo. De Duitse regering zetelde namelijk tot het jaar 2000 in Bad Godesberg. Deze stad ligt in het 7 gebergte, dus een letterlijke aanwijzing. Ik keek naar de bergen om me heen en vond het toch wel een opmerkelijke redenatie. Luister verder. Stel dat het beest terug op aarde komt, Hitler dus. Dan zullen de nieuwe machthebbers, de nieuwe orde, geheel volgens de profetieën zetel krijgen in Bad Godesberg, de Godenberg in het noorden. De 7 bergen waarop zij zich zullen tronen. Dat is tevens de ware reden waarom de Berlijnse muur is gevallen en waarom Berlijn de bouwput van Europa is geworden. In het jaar 1999 is de Bondsdag verhuisd naar de oorspronkelijke Rijkshoofdstad. En daarmee zijn de parlementsruimte, de regeringsgebouwen, kantoren en infrastructuur vrijgekomen voor de komende antichrist. Klaus, nu ga je echt te ver. Je verwringt de Duitse geschiedenis tot een ware heksenketel van complotten en manipulaties.
Jouw woorden zijn een schande voor alle eerzame Duitse burgers en politici. Belachelijk! Rustig, Hugo. Ik maak mijn verhaal eerst even af. In de verse 10 tot en met 11 schrijft Johannes: het zijn ook 7 koningen. 5 van hen zijn gevallen. 1 is er. De ander is er nog niet gekomen. En als hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is zelf de 8e, maar ook 1 van de 7. En hij gaat hem onder. In het jaar dat Johannes zijn visioen op schrift stelde, waren er keizers, koningen en landvoogden. Moderne equivalenten daarvan waren destijds natuurlijk ook nog niet bekend. Ik heb dit deel van de profetie in 1994 bestudeerd en dat jaar was het moment waarop de woorden 1 is er van toepassing was. Dus reken zelf maar uit of wie dit mystieke raadsel slaat. Op Hitler dus, de 8e, maar ook de 1e koning. Het betreft dus zijn spoedige wederkomst. Klaus stokte zijn betoog. Nog 2 mannen hadden plaatsgenomen aan het tafeltje direct naast ons. Voor zover ik Klaus had kunnen volgen in zijn redenatie, begreep ik er toch maar erg weinig van. En hij kwam op mij verward over. Fluisterend sprak hij verder. Hij kan zich dus ieder moment openbaren. Wanneer? Ik weet het niet. In de periode 2015 tot 2020 misschien. Of iets later. Ik knikte en keek tegelijkertijd even naar de mannen naast ons. Aan de serveerster, die de bestelling van de mannen had opgenomen, vroeg ik ons nog 2 kopjes koffie te brengen. Ze ruimde gelijk ook even onze tafel op en liep toen naar de stoelen. Opnieuw ging Klaus verder. Vers 12. En de 10 horens die gij zaagt, zijn 10 koningen die nog geen koningschap hebben ontvangen. Maar 1 uur ontvangen zij de macht als koningen, samen met het beest. Nou Hugo, wat hebben we in 1998 gezien? 10 Europese landen en Duitsland, dus 11 landen, hebben een monetaire eenheid gevormd die gezamenlijk de euro in het jaar 2002 hebben geïmplementeerd. Maar ik snap nog steeds niet exact waarom je denkt dat Hitler terugkeert uit het dodenrijk. Dat kun je toch niet alleen opmaken uit de versen 10 en 11? Nee Hugo, maar hoofdstuk 13 vers 3 wordt wel gesproken over het beest dat dodelijk gewond was aan zijn hoofd, maar waarvan de dodelijke wond genas, tot grote verbazing van de gehele mensheid. En wie denk je is op het einde van de Tweede Wereldoorlog gestorven aan een hoofdwond? Nou, Hitler dus. Hij heeft zichzelf door het hoofd geschoten. Maar was hij dat werkelijk zelf, daar in die Berlijnse bunkers? Er gaan nog steeds geruchten dat hij de oorlog heeft overleefd en ondergedoken leeft in Zuid-Amerika. En verder is er nog een belangrijke aanwijzing. Klaus grabbelde opnieuw in zijn tas en haalde een boek tevoorschijn met de titel Hopi van Dick de Soeten. Kijk eerst maar eens naar afbeelding 2 op bladzijde 76. Het is een afdruk van een rotsinscriptie, een van de belangrijkste voor de Hopi. Ik bekeek de tekening aandachtig. Hier zie je het zogenaamde levensplan van de Hopi-Indianen. Lees nu bladzijde 76 tot en met de tekening op bladzijde 79. De tekst was als volgt. De betekenis van de levensplaninscriptie wordt als volgt omschreven. De lijnen geven de wereldgeschiedenis aan zoals deze zich zal voltrekken en zoals deze geweest is. Bij het begin van het leven op deze wereld aan de linkerkant staat Masau om de mensen te helpen en ze wetten te geven. Hij houdt de naar boven gaande lijn vast om ze aan te geven dat hij bij en met de mensen is, ook nu nog. Alleen kun je hem niet meer zien. Dan volgt er een rechthoek. Deze is het symbool voor het land dat Masau aan Hopi gaf om te bewonen, te bewerken en te bewaren. De onderste lijn die naar rechts loopt, deze lijn loopt helemaal door om het grote rotsblok heen, symboliseert de goede weg. De weg van eenvoud en gehoorzaamheid aan de schepper. Terwijl de bovenste lijn, waarop de figuren staan, genomen wordt door mensen die de heilige instructies vergeten zijn en een goddeloos leven leiden, een leven naar gewin, hebzucht en gemakzucht. Aanvankelijk stonden deze figuren afgebeeld zonder hoofden, om hun onnadenkendheid en stuurloosheid aan te geven. Een aantal jaren geleden werden de lichamen van losstaande hoofden voorzien. Wie dat gedaan heeft, is onbekend. Op zichzelf doen deze losstaande hoofden echter niet af van het idee mensen die een hoofd verloren hebben. Op de inscriptie is verder te zien dat de onderste en bovenste lange lijn op 2 plaatsen door een dwarslijn met elkaar verbonden zijn. De ene verbindingslijn wordt gevormd door de rechterzijde van de eerste rechthoek. De andere vinden we na de tweede cirkel op de onderste lijn. Deze beide dwarsverbindingen geven de keuzemogelijkheid van de mensen aan om de goede of de slechte weg te kiezen. Kort na de definitieve vestiging in het land
de rechthoek, dat Maso voor de Hopi bestemd had. In feite, zei het in engere zin, hetzelfde land als waar ze nu nog wonen, dient zich de eerste grote splitsing aan. Veel mensen, aldus bevestigt ons ook de Hopi mondelingenoverlevering, waarover later meer, verlieten toen deze goede weg en volgden de verkeerde. Deze gebeurtenis in de Hopi-geschiedenis wordt aangegeven door de eerste verbindingslijn tussen onderste, goede, en bovenste levenslijn. Namelijk de rechterzijde van de rechthoek die het Hopi-land symboliseert. Ergens in het verre verleden heeft zich dus een grote afval van het aloude geloof voorgedaan. In hoofdstuk 4, dat de overleveringen behandelt, komen we hier uitgebreid op terug. Geruime tijd lopen de lijnen van goed en slecht nu parallel. De mensen die de bovenste lijn volgen lijken gelukkig en blij te zijn. Dat er op het onderste levenslijn geen figuren staan afgebeeld, heeft overigens ook een bijzondere betekenis. De mensen op de bovenste lijn vallen op, hebben veel bereikt, lijken belangrijk vanwege hun weelde en technisch kunnen. Die op de onderste lijn leven in volstrekte eenvoud en vallen daarom in het geheel niet op. Beide parallellijnen geven derhalve twee volstrekt verschillende levenswijzen aan. Toch is de onderste lijn langer, veel langer dan de bovenste. Volgens de Hopi geeft de grote, zigzagvormige of trapvormige opgaande lijn naar de tweede dwarsverbinding tussen goede en slechte levensweg het einde der tijden aan, wanneer de afgedwaalden in versneld tempo op zullen klimmen naar zelfverheerlijking, technische kennis en inhaligheid. Wanneer die afgedwaalden van de goede weg zullen denken dat ze alles beter weten. Abrupt eindigt die trap. Zij die zo gelukkig lijken, zullen bij de ondergang van deze wereld mede vernietigd worden en opgaan in het niets. De onderste, goede lijn gaat echter door. Ik stopte met lezen en keek Klaus recht in de ogen. Ga door, Hugo. Het belangrijkste komt nog. De tekst vervolgde. Voordat het echter zover is, zal er een aantal verschijnselen plaatsvinden die grote indruk zal maken. Op de onderste lijn staan twee cirkels. Deze geven de twee vernietigingen aan die de wereld voor de laatste en definitieve vernietiging zullen treffen. De eerste cirkel symboliseert de eerste grote wereldvernietiging. Deze zal over de wereld komen onder een eigen teken. De tweede cirkel staat voor de tweede, daarop volgende grote vernietiging. Ook deze zal herkenbaar zijn aan haar eigen symbool en, ten einde de waarschuwing die deze vernietigingen voor de mensen zullen inhouden, verschrikkelijker zijn dan de voorgaande. Frappant is de gelijkenis van beide symbolen met het Duitse kruis uit, in het bijzonder, de Eerste Wereldoorlog en de swastika en het zonnesymbool van respectievelijk Duitsland en Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is dan ook geen wonder dat de Hopi menen dat beide wereldvernietigingen al hebben plaatsgevonden. Aan de hand van de bijbehorende symbolen menen ze dat de voorzegde wereldvernietigingen inderdaad de beide wereldoorlogen zijn geweest. De laatste werd door hen overigens doorgetrokken naar de latere oorlogshandelingen in Azië, China, Korea en Vietnam. Na deze rampen komt er, zoals de daaropvolgende verbindingslijn tussen de goede en de slechte weg aangeeft, een tijd dat opnieuw velen zullen bezwijken voor de verleidingen van de afgedwaalden en zich zullen afkeren van de oorspronkelijke instructies. Zich zullen afkeren van hun schepper en de schepping. In die periode leven we nu, zeggen de Hopi. Volgen we nu de onderste, goede, doorgaande lijn verder naar rechts, dan komen we een halve cirkel tegen. Deze staat voor de derde en laatste grote wereldvernietiging. Die laatste vernietiging zal komen van mensen die een rode muts dragen of die gekleed gaan in een rode mantel. Ik bekeek de beide afbeeldingen nogmaals aandachtig en zei toen: het is inderdaad uiterst frappant, Klaus. Weten de regeringsleiders van het levensplan van de Hopi? Dat is mij onbekend, maar wie zou een kleine indianenstam in de Verenigde Staten serieus willen nemen? De Hopi voorspellen ook een blauwe ster die in die dag aan het hemelfirmament zal komen te staan. Zoek eens op internet naar de planeet Nibiru of de geheimzinnige komeet Ison, een anagram van Sion, die in november en december 2013 aan de hemel heeft gestaan. Je vindt er zoveel bijzondere informatie over dat je haast zou gaan geloven dat de Hopi gelijk krijgen met hun profetie. Bij het noemen van de komeet Ison herinner ik mij de eerste droom in mijn leven. Een angstaanjagende. Ik zal ongeveer 3 of 4 jaar oud zijn geweest.
Aan een strak blauwe hemel verschenen plotseling allemaal kleine zwarte punten die groter en groter werden. En tenslotte grote zwarte brokken steen bleken te zijn die op de aarde zouden neerstorten. In mijn droom werd ik erdoor verpletterd. Het was het einde van de wereld. Ik heb er weken niet meer van kunnen slapen. Als peuter had ik er een trauma voor opgelopen. En nog steeds kon ik de beelden, ook nu weer, haarscherp voor mijn geestesoog halen. Klaus ging gewoon verder. Ik heb je de tekst van Dick de Zoete laten lezen, omdat het mijn theorie aanvult en meer betekenis geeft. Het gaat mij er vooral om dat er ons binnen afzienbare tijd grote en zwarte gebeurtenissen te wachten staan. Namelijk de wederkomst van Hitler. Hij onderbrak het gesprek om de serveerster gelegenheid te geven de koffie op tafel te zetten. Toch wil ik graag nog terugkomen op mijn interpretatie van hoofdstuk 17 van de openbaring van Johannes. Ho, wacht even. Eerst heb ik ook nog een vraag over het geheimzinnige getal 666. Ik meen eens te hebben gelezen dat onze gehele economische structuur erop is gebaseerd. Wat weet jij hiervan? Dat klopt. Heel bekend is natuurlijk dat het getal 666 in de streepjescode zit verscholen. In de streepjescode? Klaus nam het pakje sigaretten dat op tafel lag en hield het met de zijde waarop de streepjescode stond voor mijn gezicht. Zie jij er iets bijzonders aan? Ik bekeek het pakje en de code aandachtig. Nou, volgens mij zijn de getallen die door de code worden uitgedrukt links en rechts van het midden wel elkaar spiegelbeeld. Nou, dat klopt maar ten dele, Hugo. Wel is het zo dat, om bijvoorbeeld het getal 2 weer te geven, het getal aan de linkerzijde met twee zwarte balkjes geschreven wordt, terwijl deze balkjes aan de rechterzijde juist wit zijn. Hij wees me op de verschillen en vroeg toen: zie je nog iets anders? Opnieuw keek ik aandachtig naar de streepjes. Nee, verder niets. Kijk, aan het begin van de code staan twee zwarte lijntjes. Deze zijn langer dan de andere en in het midden van de code staan ze opnieuw, evenals aan het einde. Ik keek er aandachtig naar. Wist jij dat juist het getal 6 wordt uitgedrukt door twee streepjes, zwart of wit? Dat maakt niet uit. Letterlijk is de code dus ingekapseld door de cijfers 666. Verrek! De hele wereld is een groot complot geworden, Hugo. De Europese vlag is zelfs een afgeleide van de apocalyps van Johannes. De blauwe kleur en de 12 sterren verbeelden de versen 1 en 2 uit het visioen dat in het 12e hoofdstuk van de Openbaring wordt beschreven. Ja, dat weet ik. Daarover vertelde Abbé Dussault ons, toen de prior en ik in Orléans waren. Ik ga verder met hoofdstuk 17 als je het goed vindt. In vers 14 staat: zij zullen oorlog voeren tegen het lam, en het lam zal hen overwinnen. Want het is de Heer der Heren en de Koning der Koningen, en met hem de geroepenen, uitverkorenen en getrouwen. Dit betekent dat we een derde wereldoorlog krijgen, precies zoals het levensplan van de Hopiët ons ook voorspelt. In vers 15 wordt gesproken over de wateren waaraan de hoer zit en die de volkeren, scharen, natiën en talen verbeelden die haar omringen. Kijk eens door hoeveel landen Duitsland omringd wordt. Nederland, Denemarken, Zweden, Polen, Tsjechië, Oostenrijk, Zwitserland, Liechtenstein, Frankrijk, Luxemburg en België. In bijna ieder land wordt een andere taal gesproken. Er is in Europa geen land dat zoveel verschillende buurlanden heeft. En zie de enorme hoeveelheid asielzoekers eens die een thuis vinden in Duitsland. Zijn dat geen scharen? Je bent gek, Klaus. En ik meende het. Ik vond hem gevaarlijk worden. Bij iedere interpretatie was het hem opgevallen hoe zijn ogen trilden en soms schichtig van links naar rechts bewogen. Heel vreemd. Met zijn interpretatie omtrent de wederkomst van Hitler schoot hij door. En ik moest er wel een eind aan maken. Klaus vervolgde al snel weer: luister, Hugo, de vrouw is tevens de grote stad die heerst over de koningen, schrijft de profeet in vers 18. Neem de crisis in Griekenland eens in gedachten en de rol van Duitsland hierin. Volgens Klaus doelde Johannes met de grote stad hier op het Ruhrgebied. Wat qua oppervlak zeker als de grootste stad op aarde gezien kon worden en de economische motor van Duitsland was en in de toekomst van het Verenigd Europa. Gek was hij. Er klopt iets niet. Gisteren nog ontkende hij het bestaan en de mogelijkheden van een mondiaal complot en vandaag leek hij het idee juist met verve te verdedigen en te betogen. Hij leek verward en zijn hele theorie omtrent Hitler en de nieuwe orde die over de wereld zou komen kon naar mijn mening
best eens het gevolg zijn van misvormde innerlijke reflecties van zijn onverwerkte jeugdtrauma's. Hij was tenslotte Jood. En ik nam aan dat velen uit zijn familie in de Duitse kampen waren omgekomen. Eigenlijk was hij zielig en zou professionele, geestelijke hulp kunnen gebruiken. Maar desondanks was ik geïrriteerd. Klaus bemerkte mijn kwaadheid en sepsis, pakte mijn hand en zei: Hugo, ik wil je tenslotte iets laten zien. Datgene waarvoor wij eigenlijk naar Bonn zijn gekomen. Ik wil niet meer, jongen. Het is over en uit. We gaan terug naar Kassel. Niet goed schiks, dan maar kwaad schiks. Ik ben jouw theorieën meer dan beu. Lastelijk voor de Duitsers. Dat vind ik ze. Maar Hugo, ik wil je in de voormalige Bondsdag in het parlementsgebouw een groot geheim laten zien. Iets dat niemand, maar ook echt niemand weet. Het gaat om een omineuze. Nee, Klaus, stop. Ik wil het niet weten. We gaan afrekenen. Ik betaal wel en dan rijden we terug naar huis. Ik ga niet met je mee. Klaus putterde nog even tegen, maar zag dat ik het echt meende. Jammer. Jammer dat je me niet gelooft. Het gaat namelijk om een... En opnieuw moest ik hem onderbreken. Kwaad stond ik op en liep de stoel binnen. Betaalde het ontbijt en liep naar de auto. Klaus kwam me achterna, opende de portieren en even later reden we zwijgend de lange weg terug naar Kassel. We hadden er die middag geen notie van dat we door een donkerblauwe BMW werden gevolgd. Thank you.